Ik ben heel erg tegen de bezuinigingen. Ik barst in tranen uit toen ik ervan hoorde. Dit is mijn dochter. Zij zit op speciaal onderwijs. Ze heeft juist die extra zorg keihard nodig. We zijn net ontzettend blij met de begeleiding die ze krijgt. En ook de goede kwaliteit van het onderwijs. Maar ik weet zeker dat als die bezuinigingen komt, dat ze dan dat goede onderwijs gaat verdwijnen. En ook de werkkrachten voor een groot deel wordt ontslagen. En dat uiteindelijk mijn dochter niet in de arbeidsmarkt komt, maar moet leven van een uitkering. En daar durf ik gewoon niet aan te denken. Daarom ben ik fel tegen deze bezuiniging.